Oké jongens, voordat jullie de video gaan kijken, vergeet niet even te abonneren. Want we zijn hard op weg naar de 1500 abonnees. Deze wil ik voor de lente behalen, dus help me even mee en druk op die abonneerknop. Dan kunnen jullie nu beginnen met het kijken van deze video. Het gaat een leuke video worden, dus veel succes! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vissen met Korting op Hengelsport. Je kijkt naar de Blankmaster en ik ben weer de grootste pannenkoek geweest. Ik ben namelijk mijn camera vergeten en daarom moest ik weer terugrijden. Dus ondertussen is het alweer 11 uur, maar we zijn op de visstek. Dus we gaan de hengeltjes even uitgooien. We gaan hier met 3 hengels vissen. Ik heb hier iedere keer gevoerd, maar nog geen enkele keer gezeten. Al een paar weken gevoerd. En de laatste dagen heb ik met particles gevoerd. Dus we gaan dus ook met 2 hengels met particles vissen. En 1 hengel met de aardbei kokosbody in de 15 mm variant. Dan moet ik hem gaan doen. Ik ga snel mijn spullen opzetten, want we hebben geen tijd te verliezen. Het is 11:30 en de hengels liggen in. De ontraakmaat staat op, het schepnet staat op. Alle hengels liggen in. De middelste hengel, daarin zit de aardbei kokosbody, 15 mm. Die ligt hier naar de vaargeul toe. Deze rechterhengel, die ligt ook net in de vaargeul. Maar dan met mais eraan. Hieraan zitten 2 korreltjes. En dan heb ik hier nog mijn linkerhengel dus. Die ligt hier, daar begint het slootje. Ik heb hier wel vaker gezeten. Daar is dus meer een ondiepere plek. Dus wie weet gaan ze wel een keer de ondiepte opzoeken. Dan heb ik er in ieder geval 1 hengeltje liggen, mochten ze dat gaan doen. Ik heb net ook even wat bijgevoerd met particles. Ik heb er duivenvoer bij. Het zijn heel veel kleine deeltjes en prima in te zetten dus in de winter. En overal heb ik eigenlijk maar minimaal bijgevoerd, maar een klein schepje. Wel redelijk verspreid om de stek waar ik lig te vissen. Dat moet ik eigenlijk gaan doen. Maar een klein beetje voer, maar wel krachtig om je stek heen. Zodat de vis toch een beetje moet gaan zoeken naar het voedsel. En hierdoor kunnen ze misschien toch uit gulzigheid even je maiskorrel erbij pakken. De aardbei kokosbody, dat is een mooi felroze body. En die valt gewoon echt op in het water. Zeker als je dan bijvoert met particles, dan springt deze body er gewoon echt uit. Dus ik hoop dat de karpers hem gaan vinden en dat we dus eindelijk eens wat gaan vangen vandaag. Het is nu ongeveer 10 graden nog, wat echt wel gek is. En het blijft vannacht redelijk warm tegenover afgelopen dagen. Dus ik hoop dat dat juist de doorbraak gaat maken. Wie weet, we gaan erop afwachten en dan hopelijk kan ik jullie vannacht weer spreken met een mooie vis. Omdat ik maar weer een kort nachtje ga vissen, ga ik maar weer in de auto slapen in plaats van in de tent. Het scheelt weer een hoop werk om op te zetten, maar eigenlijk nergens voor nodig is. Ik kan in de auto ook gewoon slapen. Dus dat ga ik maar even doen. Even chillen en dan ga ik zomaar slapen. Yes jongens, yes! Eindelijke vis! 5-6 weken op gewacht. Geen enkele voerstek heeft iets opgeleverd. Eerste keer op deze stek. En een mooi visje. Het is niet de grootste, maar we hebben er eindelijk eentje. Eindelijk gewoon. Zoveel uren voor gemaakt. Zoveel voor gevoerd. En deze plek werkt. Vannacht 2 keer een run gehad. Eén keer weet ik zeker dat het rotzooi was. De andere keer weet ik het niet zeker. En nu is het 3 of 7, 7:15. En we hebben gewoon een mooie vis, jongens. Ik kan het gewoon bijna niet geloven. Het is hier een super drukke weg. Ik hoor misschien wel auto's. Maar wij gaan de vis terugzetten. Mijn dag kan niet meer stuk. Hij ligt hier in de mat, jongens. En hij wil heel graag weg. Daar gaat hij, jongens. Op naar de volgende. Oké, jongens. Ik ben echt super blij dat ik een vis heb gevangen. Na al die weken blanken had ik eindelijk wel eens een vis gehoopt. En nu heb ik hem dan toch eindelijk gevangen.
vannacht al 2 runs gehad. Dus eentje was een rotzooi, de andere weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Het kan ook vis zijn geweest, maar in ieder geval toen ik aansloeg, toen ging mijn hengel op krom en meteen ging hij weer eraf. Dus ik kon het nooit weten, er zat ook geen rotzooi aan. Dus het kan ook gewoon vis zijn geweest. Die 2 runs die waren in ieder geval op de aardbeienbody. En nu hebben we gewoon gevangen op 2 maiskorreltjes. Ik vis met de mais uit duivenvoer, dus dat zijn extra kleine korreltjes. Dus het is eigenlijk maar super kleine haakaas met haakmaatje 6. Kort onderlaantje van zo'n 20 centimeter. Dan een gestript gedeelte. En in het midden van het onderlaantje net iets meer dichter bij de haak. Daar heb ik een knijplootje zitten. Zodat er extra gewicht zit die de haak omlaag trekt. En waardoor de karper beter de haak in zijn lip krijgt. Dat is dus gelukt. Daar ben ik echt super blij mee. Ben ik echt super blij dat de voerstek toch al een vis op heeft opgeleverd. Ga ik toch maar weer doorvoeren. Ik was sowieso van plan om nog 1 à 2 nachtjes te gaan vissen deze week. Dat gaan er toch wel 2 worden. Ik wil toch wel extra vissen gaan vangen. We hebben heel wat in te halen. Het hoeft niet te zeggen dat je nu altijd vis zit. Maar op het moment dat je de vis gevonden krijgt in de winter, dan wil dit wel vaak zeggen dat dit wel de plekken zijn waar ze zich ophouden. Het is hier eigenlijk maar gewoon een ondiep slootje. En in het ondiepe slootje daar heb ik hem gevangen. Het is terecht 2 meter diep of zo. Dus niet super diep. Maar zeker in de zomer als de zon erop staat, dan is dat een super goed plekje. En dat komt waarschijnlijk omdat er heel veel voedsel verkrijgbaar is. In de zomer zie je de schelpjes echt overal liggen. En dat zou de reden kunnen zijn dat ze hier ook in de winter zich ophouden. Omdat op het moment dat ze zin hebben in een lekkere snack, dat ze hier toch even langskomen. Het kanaal is toch net wat anders dan op stilstaand water. Het kanaal zit stroming in, dus de karper moet toch in principe in beweging blijven. En daardoor zullen ze dus ook wat energie verbruiken en zullen ze dus ook altijd kleine beetjes moeten eten. Daarom is het dus ook verstandig om gewoon kleine voerstekjes aan te leggen. Maar zoals je in mijn video's hebt gezien, geeft het gewoon echt geen vanggarantie. Gewoon 5 weken geblankt, verschillende voerstekken. En nou op deze voerstek vangen we. En dat is geen toeval natuurlijk. Want je vangt alleen met het voorvoeren op het moment dat je het ook op de juiste stekken doet. Op het moment dat je op een stek voert waar geen vis langs afkomt, of waar vrijwel geen vis langs afkomt, ga je ook niks vangen, moet je er ook niet te veel van verwachten. Nu hebben we een stek gevonden waar we in ieder geval een visje hebben gevonden of gevangen. En waar we dus de kans hebben dat ze hier zich ophouden en vaker langs aftrekken. Op het moment dat we hier nou door gaan voeren, dan kunnen we de kans hebben dat ze vaker gaan vangen. Het is dus dinsdagochtend, 9:10. En ik ben nog steeds blij dat ik een vis heb gevangen. Maar het einde zit er nou toch aan te komen. Ik ga de hengels even inpakken. En dan ga ik zo de doodaas video opnemen. Hopelijk ga ik daarbij ook eindelijk eens geluk hebben. Maar ik ben er bang voor. Maar ja, we gaan het toch maar proberen. En dan gaan we deze week nog eens proberen op deze stek. Ik ga hem vanavond nog even aanvoeren en ga ik er denk morgen weer zitten. Oké, het is vandaag woensdag. Het is woensdag 15 december. Het is op dit moment 10:30. We waren hier al ietsje eerder, maar er stond helaas een auto op de plek. En ik was al bang dat hij hier ging vissen. Dat was gelukkig niet het geval. Dus we zijn nu in ieder geval op de stek. Dan ga ik zo even de spulletjes opzetten. Ik heb net even het weer gekeken. Het is nu 8 graden en er staat een licht windje, maar het is dus niet koud en dat scheelt weer. De vorige keer was het ook niet koud, toen hebben we een mooie vis gevangen. Vandaag is de luchtdruk ook wel redelijk, dus ik hoop dat we vandaag weer succes kunnen hebben. We zitten weer op dezelfde stek, ik heb weer een dagje tussendoor heb ik gevoerd, weer met de particle mix.
Dus we gaan vandaag ook weer 2 hengels met maïsvissen en 1 hengel met de aardbei kokosbolly. Dus ik hoop dat het wel op gaat leveren. Ik ga mijn spullen opzetten en dan zie ik jullie zo weer terug. De hengels die liggen weer in. De linker hengel die ligt weer in het ondiepe gedeelte. Daarin zitten 3 maïskorrels. Dan de middelste hengel, die ligt weer naar de vaargeul. Daarin zit weer een aardbei kokosbolly. En dan hebben we hier nog de rechter hengel. Die ligt echt op het randje van de vaargeul, dus er net niet in. Daarin zitten 2 maïskorrels. De hengels liggen dus in, dus we hebben weer kans om te vangen. En als de karpers vandaag net zo actief zijn als de muizen, dan kan het nog wel eens een hele wilde nacht gaan worden. Zit hier namelijk helemaal vol. Zeker in dit soort bosjes hier. Ik heb al een paar keer gehad dat ze echt voor mijn voeten doorschieten. Ze komen ook wel echt dichtbij. Dus ik hoop dat de karpers ook gaan doen. Ik ga even de auto in. Even chillen. En dan hoop ik dat we vandaag een mooie vis kunnen vangen. Toch altijd wat goeie om even wat warme chocomel te kunnen drinken. Als het wat frisser begint te worden. Warm je toch altijd wel van op. En ik vind het zeker wel lekker om even voor het slapen gaan te drinken. Dan slaap je toch wat sneller in. En daar heb ik af en toe wel nodig. Zeker tijdens de frisse nachtjes. Zeker in het slapen in de auto. Je ligt toch niet optimaal. Maar op het moment dat ik dan eenmaal ga liggen, dan kom ik toch wat makkelijker in slaap. Dus ik ga even mijn chocomel opdrinken. En dan hoop ik dat we vannacht een visje gaan vangen. Ga ik in ieder geval slapen. Kijk eens aan, jongens. Hoppakee. Mooie dikkere vis. Hier ben ik heel erg blij mee. De zon die begint eigenlijk net weer op te komen. Het is super mistig. Vannacht lekker geslapen. Maar hiermee mogen ze mij wel vaker wekken. Wat een ontzettend mooie vis. Mooie bouw. En die mag weer groter gaan worden hier op het kanaal. Mooie kop erop. Haast niet beschadigd. Daar ben ik wel echt blij mee. Echt een mooi formaatje. Dus we gaan nog even de andere kant laten zien. Kijk eens aan, jongens. Echt gewoon een mooi visje. Dit is dus de andere kant. Hij mist 1 schub. Dus dat is wel een beetje kenmerkend aan deze vis. Verder echt een perfect mooie vis. Dus we gaan hem even wegen. En dan gaan we hem maar weer terugzetten. Hier ben ik echt blij mee. Oké, jongens, we gaan hem even wegen. Ik ben benieuwd. ...12,8 met de mat. Dus zonder de mat staat gewoon 11,8 kilo. Dus dat is weer een mooi gewichtje. Die van de vorige keer was duidelijk kleiner. Dus dit is er een om trots op te zijn. Deze mag weer terug. En op naar de volgende dan maar. Aardbei kokos, jongens. Heeft hem toch gedaan. Hier ligt hij dan, jongens. De mooie schubkarper. Mooi buikje eronder. Die zal binnen een paar jaar wel de 15 kilo aantikken. Hij moet even bijkomen. En dan gaat hij, jongens. Woe! Goedemorgen, jongens. Wat word ik er blij van om zo wakker te worden. Heerlijke achtergrond hier. Een zon die langzaam opkomt, de mistige omgeving hier om me heen en nog een beetje de vochtige lucht die de walm uit je mond laat komen. Dan een mooie vis met een dikke run om je wakker te maken. Beter kan de dag niet beginnen. Dan ook nog een mooi formaatje, mooie bouw, dus ik ben al super tevreden. We blijven nog even een paar uurtjes zitten, maar ik denk niet dat we nog iets gaan vangen. Want ik denk echt dat de aasstaden hier gewoon 's ochtends vroeg liggen, net voordat de zon opkomt.
En dat zal zich bewijzen de komende tijd. Nu we hier hebben gevangen, blijf ik dus gewoon doorvoeren hier. Minimaal op deze stek. Ik heb nog één andere stek waar ik een keer overdag heb gevist vorige week. Die ben ik ook nog aan het voeren. Maar dat is dus niet zo'n fijne plek om alleen te zitten. Dus die voer ik nog even aan. Dan ga ik er binnenkort eens een paar keer zitten. Wordt dat niets, dan laat ik die plek ook gewoon zitten. Dan ga ik alleen maar deze plek door. Zolang we nog vangen, dan ben ik al lang tevreden. Een paar honderd gram met particle mix per dag erin. En dat moet al voldoende zijn. Je wil natuurlijk niet nou te veel gaan voeren. Als je nou te veel gaat voeren, dan kan je echt alles verpesten. Als de vis helemaal te vol zit, zeker in de winter, dan hebben ze geen hoofdzaak meer om op deze stek te blijven. Dus je moet eigenlijk een beetje een tussenmaat zien te vinden. Hoeveel kan ik voeren en hoeveel blijft er nog vangsten opleveren. Tot nu toe heb ik iedere keer ongeveer 2 à 300 gram met particles hier verspreid over de stek gevoerd. Dus het is niet superveel, maar omdat particles zijn, zijn het dus heel veel kleine deeltjes. Dan maak ik misschien toch dat de karper aanzet tot azen. Ze moeten toch een beetje meer gaan zoeken naar het aas dan als er, ik zeg maar, 40 bollies liggen. Op het moment dat je particles gebruikt, dan liggen er gewoon honderden deeltjes op de bodem. En ligt dus veel meer verspreid. De karper moet veel meer zoeken. En uiteindelijk worden ze hier gewoon gulziger van. Wat wil zeggen dat ze gewoon makkelijker het aas oppakken. En zich dus ook eerder prikken aan de haak. Ik hoop dat we er nog een paar kunnen gaan vangen op deze stek. Maar ik ben in ieder geval al tevreden over vandaag. Komt er een boot aan. Vanochtend zijn er ook een hoop langs gekomen. Toen het nog niet eens licht was. Ik denk al een stuk of 3-4. Het is op dit moment dus alweer wat later op de ochtend. Het is 11:00. En we gaan zo een keertje inpakken. Over een uurtje ongeveer. Want vanavond gaan we gewoon weer terug. Ik moet nog wat dingen doen thuis. En dan kunnen we vanavond gewoon weer gaan vissen. Maar we moeten vanavond natuurlijk ook nog even gaan voeren op de andere plek. Dus al zouden we blijven zitten, dan moeten we vanavond alsnog gaan verkassen. Dus ik ga zo gewoon even naar huis. Kan ik thuis ook gewoon even mijn dingen rustig doen. Even rustig zitten en wat mijn werk doen. En dan hoop ik dat we vanavond weer evenveel succes gaan hebben. Het is wel echt heerlijk weer. Het zonnetje schijnt. Het is ongeveer 10 graden. En ik moet zeggen dat ik het ook echt helemaal niet koud heb. Zulke dagen, die mogen er wel beter tussen zitten. Ik denk dat dit de vangst ook wel een beetje op kan krikken in de winter. Ondertussen is het alweer 12 uur. Het zonnetje schijnt lekker. Het is super rustig op het water. Geen enkele beweging te zien. Het is wel lekker warm. Ik ga nog een klein schepje mais verspreid voeren. En dan ga ik er vandoor. Ga ik inpakken. En dan kom ik vanavond weer terug. Hopelijk kunnen we dan weer een mooie vis vangen. Oké jongens, het is vandaag dus donderdag 16 december. Het is op dit moment 10:30 en we zijn weer op dezelfde visstek aangekomen. We gaan zo de hengeltjes inleggen. Weer dezelfde plekken, dezelfde aassoorten. Dan moeten we weer gaan doen. Het heeft tot nu toe gewerkt, dus we gaan er niks aan aanpassen. Ik ga het snel aan beginnen, zoals ze eerder hebben kans om te vangen. Oké jongens, ik heb de hengeltjes nog maar net in liggen. En er komt alweer een boot langs. Hij is behoorlijk beladen. En hij vaart redelijk in het midden. Dat gelukkig wel. Maar het brengt wel wat stroming met zich mee. Dus ik baal er wel van dat de hengels net op zijn plek liggen. Want dit gaat natuurlijk wel een klein beetje de rigs verplaatsen. Niet het lood natuurlijk, want daarvoor heb je echt wel wat meer stroming nodig. Maar de particles die zullen ook wel een beetje verplaatsen. Dus ik ben blij dat ik in eerste instantie nog niet zoveel heb gevoerd.
Dus ik ga er nou nog heel even een klein beetje bovenop voeren. Maar daar ga ik wel nog even mee wachten. Want dat rode lampje met dat witte lampje daarachter, dat is ook nog een boot. Die komt er ook nog aan. Dus daar wachten we even op. En dan gaan we even voeren. En dan zijn de hengeltjes er weer klaar voor. Ondertussen is het alweer ongeveer 1 uur. En de hengels die liggen dus in met dezelfde tactiek als gisteren. Oftewel, 2 muiskorrels op 1 hengel. Op de andere hengel 3 muiskorrels. En 1 hengel met de 15 mm aardbei kokosbolly. Van de aardbei kokosbolly heb ik helemaal niets bijgevoerd. Dat had ik gisteren ook niet gedaan. Dat heb ik eigenlijk bewust gedaan. Omdat ik alleen particles heb bijgevoerd, valt er extra op dat er een roze body op de grond ligt. Daardoor zal de kapper misschien uit nieuwsgierigheid de body pakken. En ja, dat heeft gisteren in ieder geval wel gewerkt. Dus ik hoop dat het vannacht weer gaat werken. Ik ben best wel moe, dus ik ga slapen. Want wie weet hoe laat de wekker weer gaat morgen vroeg. Kijk eens aan, jongens. 7 uur 's ochtends en weer een mooie kapper op de mat. Wie had dit nou durven dromen? 3 nachten, alle 3 de nachten een vis. Na 5 of 6 weken blenken. Wat een topwerk heb ik gehad. Ook nog 2 snoeken gevangen. En dan nou weer deze mooie kapper als resultaat. Echt weer een mooie bouw. Gaan we zo weer even wegen. Eerst ga ik nog even de andere kant laten zien. Hij is behoorlijk druk, jongens. Hij zal zin hebben om weer terug te gaan. Maar dit was de andere kant. Ik word hier zeiksnat van. Staat er duidelijk op. Dus we gaan even wegen. 13,2. Dat is 12,2 kilo. Als de mat er eenmaal afgerekend is. Dus dat is weer een mooi gewichtje. Net ietsje groter dan gisteren. 400 gram groter of zo. Daar ben ik super blij mee, jongens. Ho, ho, ho. Hij komt in het water en wilde meteen uit naar hij. Daar gaat hij weer, jongens. Ik zeg maar weer, op naar de volgende. Lekker. Oké, jongens, ik ben wel echt super blij met deze vis er nog extra bij. Betekent 3 kapers gevangen en 2 snoeken deze week. Ze zijn gewoon 5 vissen. Is meteen voor die 5 weken blanken weer ingehaald. Dus daar ben ik echt wel zeer tevreden voor, over. Ja, we hebben het toch weer gevangen op de aardbei kokosbolly. Het is toch die ene roze bolly die de kaper te nieuwsgierig maakt en die hem toch op laat pakken. Nu al 2 keer een vis opgevangen op een bedje van duivenvoer. Dat kun je natuurlijk ook doen met andere particles. Maar duivenvoer is een goed balans tussen kleinere en iets grotere stukjes. Dus daar vind ik eigenlijk wel een van de betere particle mixen. Op het moment dat je deze goed weekt en kookt, is deze van zichzelf natuurlijk al super aantrekkelijk. Dus het heeft goed gewerkt. Ik ga de komende tijd ook gewoon op deze manier doorvissen. Zolang we er iets mee vangen, waarom zullen we dan de tactiek aanpassen? Ik vind het zo wel goed gaan. 3 vissen in 1 week tijd. Wie had dat ooit mogen denken? Oké, ik ben dus weer eventjes gaan slapen. Ondertussen is het 12 uur. Ben ik een stuk beter uitgerust. En wat ben ik blij dat we deze vis hebben gevangen, jongens. 3 vis tijd in 1 week. Dat is voor mij wel echt een complete week. Lange tijd op zoek geweest naar een stek die werkt. Deze schijnt toch te werken. Ik blijf hier dan ook doorvoeren. En ik ga het gewoon weer proberen volgende week. Hopelijk gaan we iedere keer net zoveel geluk hebben als deze week.
Het zal niet iedere keer meezitten, maar met deze resultaten ben ik zeer tevreden. We vangen iedere keer maar één karpertje. Het is niet dat we er twee op een dag vangen of zo. Dus ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat komt. Het kan zijn dat er hier gewoon groepen langs trekken die hier even snel komen eten en we snel doorgaan. Het kan ook zijn dat er groep ligt die hier blijft liggen en op het moment dat ik de vis vang, dat die gewoon eruit naait. Het kunnen zoveel dingen eigenlijk zijn waardoor je geen tweede meer vangt en ook zeker overdag. Als het eenmaal de zonsopgang voorbij is, dan heb ik hier ook niks meer gevangen. En verder van de dag ook geen enkele aanbeet gehad. We gaan het ook nog eens een keer overdag echt proberen hier om gewoon echt de hele dag hier te gaan zitten. Misschien dat we dan wel iets overdag kunnen gaan vangen door gewoon flink wat uurtjes te zitten. Maar dat kunnen we nog altijd een keertje uit gaan testen. Er kwam net een boot met zoveel stroming dat de lijnen gewoon slap zijn en hier gewoon een beetje onder de hengeltap bungelen. Maar ja, het is nu toch al tijd om even de spullen in te gaan pakken. Want ik heb toch niet zoveel het vertrouwen in overdag. En ik heb nou 3 nachtjes gevist, veel van huis geweest, dus ik heb het ook wel eventjes gehad. Ik ben natuurlijk wel super blij mee met de vangsten. Dus dat pakken ze in ieder geval niet meer af. Ik ga straks even de video editen en dan mag die morgen weer online. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Volgende week gaan we het gewoon weer proberen en dan zien jullie mij hopelijk weer terug.